Volgens hem worden de kankerverwekkende effecten onderschat, wat hij bestempelt als slechte wetenschap en slechte statistiek. Hij pleit dan ook voor een herbeoordeling van alle toegelaten middelen. En ook andere wetenschappers zoals Ragas en Vijver delen de conclusies. Dus mijn vraag is, deelt de minister mijn zorgen en die van wetenschappers zoals de Snow, of negeert ze die? Wat gaat de minister met deze informatie doen? En is de minister bereid om toegelaten bestrijdingsmiddelen te laten herbeoordelen? Dank, voorzitter. Uiteraard vind ik dat voortschrijdende wetenschappelijke inzichten, dan moeten wij altijd in oogschouw nemen en meenemen ook. Maar ik sta achter de beoordeling van de wetenschappelijke instituties die hiervoor zijn aangesteld. Als het nodig is dat, ik heb ook het bericht gezien natuurlijk, waarin drie wetenschappers, een emeritus hoogleraar, maar ook een aantal anderen zich hiervoor uitspreken. Wat we kunnen faciliteren is dat er op wetenschappelijk niveau een gesprek gevoerd wordt tussen deze wetenschappers en het CTGB. Het CTGB is daar ook toe bereid, zodat zij op wetenschappelijk niveau het gesprek hier met elkaar over kunnen voeren. Los daarvan sta ik achter de conclusies van zowel de EGGA, de EFSA als de CTGB, dat hier goed onderzoek naar gedaan is en de conclusies die zij daar na veelvuldig onderzoek in getrokken hebben. Ja, voorzitter, ik hoor eigenlijk een toezegging. Dat is ook mijn volgende vraag. Of de minister, want ik hoor weinig toenadering van de minister, maar op het laatst in ieder geval de toezegging om het gesprek aan te gaan, te faciliteren met het CTGB en de verschillende wetenschappers die inhoudelijk goede kritiek hebben geuit. Om dan vervolgens samen te kijken of en hoe de eenzijdige test tot nauwkeuriger toetsing op kankerverwekkendheid van stoffen zou kunnen leiden. Dus als ik die toezegging van de minister kan meenemen, dan is dat heel fijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe de minister op het volgende reflecteert. We weten dat een tweezijdige test in het voordeel lijkt te werken van de industrie. Het bewijs voor kankerrisico wordt namelijk met zo'n test verzwakt. Vindt de minister ook dat bij de toetsing gezondheid van mens en dier voor de belangen van de industrie moeten gaan? De gezondheid van, dank voorzitter, de gezondheid van mensen en dieren maakt onderdeel uit van de beoordeling van de wetenschappelijke instituties die we hiervoor hebben aangesteld. En dat is een onderdeel van het toetsingskader. Ik heb geen reden om te twijfelen dat deze onafhankelijke wetenschappelijke instituten hun werk niet goed doen. Dus daar sta ik achter. Als er wetenschappers zijn die andere inzichten hebben, dan ben ik bereid om dat wetenschappelijke gesprek te faciliteren, zodat het CTGB met deze wetenschappers daarover in gesprek kan gaan. Wat ik zojuist ook aangaf, is dat bij de toelating van glyfosaat juist op dat moment worden alle relevante studies en onderzoeken die bekend zijn betrokken. En dat geldt dus ja voor de bestaande tweezijdige onderzoeken, maar ook de enkelzijdige onderzoeken waar u aan refereert. Die zijn wel degelijk ook betrokken in de toelating van glyfosaat. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, maar ja, als deze wetenschappers graag daarover een gesprek aan willen gaan met het CTGB, dan ben ik bereid om dat te faciliteren. Nou, dat is goed. En dan zullen we de resultaten daar ook weer graag teruggekoppeld zien aan de Kamer. De minister heeft het over het gebruik van eenzijdige tests door het CTGB. Daarvan heeft Zembla met de wetenschapper geconstateerd dat de CTGB zich altijd baseert toch op die tweezijdige test. En ik wil toch nog een keer vragen aan de minister, want het is echt fundamenteel, ook voor mensen thuis, die moeten weten dat deze minister staat voor gezondheid van mens en dier. Dat dat haar prioriteit heeft in deze. Dus is de minister het met ons eens dat bij toetsing gezondheid voor de belangen van de industrie moet staan? Altijd. Dit is de wetenschappelijke, onafhankelijke wetenschappelijke instituties, zowel op Europees als nationaal niveau, die toetsen op of er gezondheidseffecten voor mens, dier en milieu zijn. En die hebben hierin bevonden dat glyfosaat daarin, zeker ook op carcinogeniteit, waar nu het Zembla-publicatie over gaat, dat geen risico oplevert. Ja, voorzitter, en weer durft de minister zich niet uit te spreken en dat stelt me niet gerust. Ik moet constateren dat we er een hele grote zorgen leven over glyfosaat onder wetenschappers, onder mensen thuis. Dat de minister nog niets bereid is te doen. Ik ben wel blij met de toezegging voor een gesprek
Dat zullen we scherp in de gaten blijven houden. Voorlopig laat ik het dan hierbij. Dank u wel. Dank u wel.